Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Joyce Tresor en vandaag ga ik met jullie aan de slag voor de verjaardagskaarten challenge op mijn Facebookgroep Low Budget Creabeas. Het is alweer de eerste van de maand, de laatste maand van het jaar en ook de laatste opdracht. En de opdracht voor de verjaardagskaarten is deze keer bloemen. Dus je mag op allerlei manieren bloemen verwerken op jouw verjaardagskaart. Ik heb weer zitten tekenen en geprobeerd een leuke vouwkaart uit te werken, die ik vandaag met jullie wil gaan maken. De bloemen komen bij mij in het designpapier voor. Ik heb daarvoor de Eclectic Collection van Craft Sensations Blok gebruikt. En heb daar een mooie pagina uitgekozen, namelijk deze, hier staat die. Die ik al in stukjes heb gesneden voor designpapier. En voor de basis gaan we werken met een kraftkleurig kartstok. Wat ik gesneden heb zijn twee stukken. Eentje is 15 centimeter hoog. Dat wordt de hoogte van onze kaart. En 25 centimeter breed. En eentje van 15 centimeter hoog en 13 centimeter breed. We gaan natuurlijk rillen. En daarvoor ga ik eerst rillen op 6 centimeter. Dus op het lange stuk ga ik eerst de lange kant tegen de lineaal, dus de 25 centimeter kant tegen de lineaal, en een rillijn maken op 6 centimeter. En dit is weer zo'n kaart die ik nog niet eerder heb gemaakt, dus ik hoop dat het goed gaat. En dan gaan we er nog één maken op 12 centimeter. Daarna moet ik even doortellen. Daarna gaan we snijden op 24. Dus mijn stuk is een centimeter te lang. Want er moeten twee stukken aan elkaar geplakt worden. Maar dat heb ik twee keer. Dus ik heb twee keer berekend om een lijmstrook te hebben. En dat hoeft natuurlijk niet. Dus we hebben een rillijn op, moet ik het goed zeggen, op 6 en op 12 centimeter op een basiskartstok van 15 keer 24 centimeter. De andere gaan we rillen op de 13 centimeter kant. Dus daar gaan we ook weer rillen op 6 centimeter. En op 12 centimeter. En dan houden we hier een centimeter over die we gebruiken als lijmrand om deze stukken tot één grote rand te maken. Dus die centimeter knip ik schuin weg. Even deze aan de kant. En dan gaan we dat met lijm inzetten. En het grote vak wat we hier over hebben van 12 keer 15, die plakken we hier tegenaan. En zo hebben we één lange strook van 36 centimeter bij 15. Dat is de gehele kaart. Dan gaan we het railbord er weer bij pakken. Oh, ik moet hem eigenlijk een beetje goed laten drogen eigenlijk. Want ik trek hem zo weer los. Dat was niet de bedoeling. Maar we gaan hem rillen. Nou heb ik dat eigenlijk niet zo super handig gedaan, want nou is die te lang. Ik ga hem er even loshalen. We gaan ze los van elkaar rillen, want anders pasten ze niet in het rilbord. Maar we gaan rillen op 3 centimeter. Dus we gaan de korte kant, de 15 centimeter kant, tegen de lineaal aanleggen. En dan rillen we op 3 centimeter. En ik keer hem een halve cirkel en dan ril ik hem weer op 3 centimeter. Wel even netjes leggen. En dat doen we ook met dat korte stukje. Dan gaan we weer de 15 centimeter tegen onze liniaal aanleggen. En dan rillen we ook op beide kanten op 3 centimeter. Zo, en dan zou je dat dus nu aan elkaar kunnen plakken. Wat ik net deed is gewoon niet zo handig. Dus we gaan even overnieuw een beetje lijm op het centimeter randje. En dan plakken we die langere
met het grote vak daar tegenaan. Want hier hebben we dan die vakken van 6 en 12. Dus 6 en 6. En hier hebben we een groter vak. Dus die komt daar op die plaats. Zo. Nu hebben we nog steeds het rilbord even nodig. Want we moeten nog wat extra rillijnen maken. We hebben dat grote stuk. Hier is mijn aan elkaar geplakte lijn. En dan gaan we hem rillen. Op 3 centimeter. Maar dan alleen tot deze rillijnen. Dus we rillen een vakje van 3 centimeter hierbovenin. En dat doen we hier onderin. Dat middenvak blijft ongerild. Dit vak. En dat doen we, even kijken. Hier slaan we over. Dus we hebben hier een rillijn. Deze hadden we al. Die is helemaal doorgetrokken. En dan in dit vak komt ook nog weer een rillijn. Die moet ook op 3 centimeter komen. Dus dat betekent dat het einde op 21 komt te liggen. Dus hier komt hij op 21 te liggen. En dan rillen we alleen weer in die bovenste en onderste 3 centimeter. Zodat we hier weer een klein vierkantje van 3 bij 3 krijgen. Dat doen we aan de andere kant ook. Dus dan gaan we hem rillen. Moet ik even goed kijken. Leggen we hem hier op 15 centimeter. En dan rillen we ook weer alleen in die boven en in die onderste 3 centimeter. Ik hoop dat het allemaal in beeld is. En dan bij de laatste ook weer op 3 centimeter leggen we dan ons papier. En dan rillen we hier weer op de bovenste en de onderste 3 centimeter. Dus we hebben nu hier een korte rillijn tot aan deze lange rillijn. Hier een lange, dan weer een lange, dan weer een korte, een lange en een korte. Ik hoop dat het duidelijk is. Ik heb ook alvast designpapier gesneden. Als ik dat erop ga plakken, dan denk ik dat het iets zichtbaarder voor je wordt. Want ik heb gesneden 12 keer vakjes van designpapier van 2,5 keer 2,5. En die gaan we in die kleine vierkanten ruimtes plakken. Die zitten zo mooi op elkaar dat ik het niet eens voor elkaar krijg. Dus hier. En er zou er nog één moeten zijn. Hier, verstopt. Dan heb ik 6 vakjes gesneden van 5,5 bij 2,5. Die komen in deze vakken. Zes stuks. En ik heb 4 vakken gesneden van 8,5 centimeter hoog en 5,5 centimeter breed. Die komen hier. Dat ga ik even doen. Ik ga ze even opplakken en dan zie ik je zo weer terug. Nou, dat is zover gelukt. Alle vakjes bekleed. Behalve hier in het midden zie je natuurlijk nog een vak. Die is 12 bij 9. Dus daar wil ik graag 8,5 bij 11,5 in snijden. Maar nou had ik gedacht, hier in het blok zitten ook van die kaarten. En misschien kunnen we die wel leuk in het midden gebruiken. Zoals bijvoorbeeld deze. Even meten of dat eruit zou kunnen. Moet 8,5 hoog worden. Ja, dan weer een heel klein randje groen erbij. Dus ik ga denk ik deze even schordig uitknippen en dan mooi uitsnijden op 8,5 bij 11,5. Even zien wat hier nog in zat. Kunnen we daar nog iets mee? Ik knip ook heel even deze uit. Kijken of we daar, vind ik wel leuk, qua kleur nog wat extra erbij. Misschien dat we daar nog wat mee kunnen. Even passen of dat wat wordt. Nou, we proberen die bloemen zo heel mogelijk te houden. Dus dan snij ik
beetje groen erbij. Even kijken, dat is voor de 8,5 hoog. Nou, weer een klein groen randje en dan 11,5 breed. Dat sowieso. En is het dan misschien leuk aan die kant die vogel nog. Ik ga het gewoon uitsnijden en dan kijken hoe het uitziet. Oh, is natuurlijk veel kleiner. Oh, wacht een half. Ik zit niet goed te kijken. Eerst deze even recht afsnijden. Zo. Dat ziet er wel leuk uit, toch? Ik vind van wel. En dan kunnen we hier nog misschien zo een mooie stempel. Happy birthday. Maar die ga ik dan ergens anders op stempelen en dan weer daarop plakken. Denk ik dat dat het mooiste uitkomt. Dus ik ga eerst deze hier opplakken. En daarna die daar weer op. En nou is natuurlijk alles beplakt en hebben we een heel mooi lange kaart. Maar tot nog toe is het natuurlijk geen vouwkaart, hè? Dus ga ik je laten zien hoe we hier een vouwkaart van gaan maken. We hebben hier die lange rillijnen zitten op 3 centimeter van de rand van onder en boven. En dan gaan we in het laatste en het eerste blokje vanaf het kruispunt dit helemaal doorsnijden tot aan het laatste. En dat ga ik met mijn snijbord doen. Nee, dat ga ik niet, want dat heb ik, daar is die weer te lang voor. Hè? Dat probleempje hadden we net ook. Dus we gaan het met een liniaal, een snijmat en een mes doen. En dan hoop ik dat ik niet te erg met mijn kopje in beeld kom, want... Maar ik moet het natuurlijk wel kunnen zien. En het is dan zo'n 30 centimeter wat we doorsnijden. Dus die rillijn daar op 3 centimeter. Vanaf het eerste kruispunt. Helemaal tot aan het laatste kruispunt. Dus ze zit straks alleen nog vast aan de eerste 3 centimeter en de laatste 3 centimeter. Oh ja, hier is natuurlijk die lijmrand, dus daar heeft hij even iets extra nodig om door te snijden. En dat doen we hier aan de onderkant, precies hetzelfde. Zie je, hier komt deze rand helemaal los en dat ga ik hier ook doen. Vanaf het eerste kruispunt tot aan het laatste. Net iets te ver. Zo, je hebt een klein missertje gemaakt, maar dat was dan maar even jammer. En dan gaan we dat vouwen. Even dit aan de kant. Dus we hebben hier die bovenste rand los, die onderste rand los. En deze vouwlijntjes verticaal, die gaan we vouwen. In het midden gaan we eerst een bergvouw maken. Dus deze middelste baan gaan we eerst in de bergvouw. De volgende wordt een dalvouw.
Dat doen we aan de andere kant ook. Dus een dalvouw en een bergvouw. Zodat het naar achter gaat staan. En hier gaan we eerst een bergvouw maken. De tweede wordt een dalvouw. Daarna gaan we weer een bergvouw maken en weer een dalvouw. Dus dat het zo in een trappetje gaat. En dan doe ik aan de andere kant hetzelfde. Dus de berg, de dal, de berg, de dal. En dan krijg je aan de bovenkant dit te zien. En aan de onderkant hetzelfde. Dus weer berg, dal, berg, dal. En als we ze dan tegenhouden hier in het midden, dan kun je hem zo opvouwen. Even kijken, heb ik hier mijn vouwbeen nog liggen? Die weet zich altijd goed te verstoppen, maar ik heb hem. En aan de andere kant dus weer hetzelfde in berg, dal, berg, dal. En die ook. Zo. En dan kan die daarna mooi staan. Even aan de achterkant ook al die vouwen een beetje versterken. Zo, en dan kan je hem dus zo neerzetten. En dan gaat dat middelste gaat het diepste naar achter. En die gaan zo. En dan heb je hier nog ruimte om leuk te versieren. En hier, het kan eventueel nog, ik vind het ook wel mooi zo met dit designpapier, om het zo te laten. Dus je kunt even kijken wat je zelf mooi vindt. Ik wil nog even hier mijn missertje een beetje bijknippen. En zo, dan valt het minder op. En ik ging hier natuurlijk nog die stempel. Ik heb dit leuke stempelset. Dat is wel een favoriete voor verjaardagskaarten. Birthday wishes. Wishing you a very happy birthday. Hier gewoon happy birthday of congratulations. Heb ik nog een leuk stukje papier in het blok wat erbij zou passen. Dit is natuurlijk wel een geschikt stuk. Of hier. Er zit alleen niet veel van die kleur in, hè? Ik denk dat ik het met dat groen hier op dat groen ga stempelen. Even stempelkussen erbij. Heb ik hier. Toevallig ook nog mijn acrylblok. En dan denk ik dat ik voor de birthday wishes ga. Zoals je ziet heb ik die nog niet, of niet zoveel gebruikt. Dat denk ik helemaal niet. Ik weet ook niet meer van. Zou dat passen hierop? Prima. Oké, okay, perfect. Even kijken, mooi uitsnijden. Dat die daar mooi op past.
iets korter maken, dat hij daar niet bij die kraanvogel. Vind ik denk leuker. En dan de hoekjes afronden. Denk ik dat dat ook wel een hoop doet. Of twee hoekjes. Dat kan ook leuk zijn. Even kijken. Op zich is dit leuk, al zou ik, het is hetzelfde papier, even kijken of er nog iets achter kan. Ik vind het wel, ik ben nu hier en hier te kaal, dus ik zit te denken aan een bannertje die je zo uit kan knippen om die erachter te plakken. Met een bijpassend papiertje. Even zoeken hoor, want er is van alles. Zou dat in die tint? Of zullen we dat ook in de designpapier? Het is misschien wel grappig om hier dat designpapier weer terug te laten komen. Hoe breed was deze? Die had ik op 4. Dus dan ga ik op 2,5 een strook snijden. En die knippen we dan in, zodat het een bannervormpje krijgt. Dus in het midden een klein knipje en dan van de hoek naar het uiteinde van dat knipje. En aan de andere kant hetzelfde. Zo. Hier eerst op. En die er dan overheen. Dan ga ik dat kaartje met dubbelzijdig tape plakken. Ik dacht, ik doe het lekker zo, dan hoef ik mijn schaar niet vies te maken, maar dat werkt niet. Zo, de bannertje met lijm, gewoon plat erop. Zo, en dan ga ik heel eventjes in mijn bak met plaksteentjes en zo kijken of ik iets een beetje in die paarse kleur nog heb. Om nog een wat glansje, glittertje erbij te kunnen doen. Eén momentje. Nou, ik had deze gevonden, de rhinestones, ook van Action. En daar zitten twee kleuren roze en ik dacht die donkerdere, is niet exact, maar die komt qua kleur daar wel, past daar wel gezellig bij. Dus dan gaan we daar een paar van bij plakken. In ieder geval daar een wat grotere. En om zeker te weten dat dit blijft zitten, doe ik er een klein dotje lijm onder. Zo, eens even zien. Hier kan nog wel zo'n middelmaatje, net op de rand van de kaart en het... Hoe heet het? Bannertje wat we erachter geknipt hebben.
gedetacheerde. Ja, vind ik wel leuk. Nou. Gezellig kaartje geworden zo, toch? Met de opdracht bloemen op je kaart. Mag natuurlijk ook lekker met 3D bloemen aan de gang. Een heel ander model kaart maken. Net wat je leuk vindt. Dit is enkel ter inspiratie. Je mag hem namaken, maar dat hoeft niet. En dit is dan de laatste opdracht van dit jaar. Heb je dit jaar elke maand meegedaan met de verjaardagskaarten challenge. Daarop de opdrachten en ze geplaatst in de betreffende evenementen op mijn Facebook groep Low Budget CreaBS. Dan maak je kans om een leuke prijs te winnen. Want van alle deelnemers die dus elke maand hebben meegedaan om een verjaardagskaart te maken met daarop de opdracht. Gaan we een winnaar loten en die wint een leuke prijs. Dat laat ik volgend jaar, begin volgend jaar, aan jullie weten wie er dan gewonnen heeft. Dus wil je nog meedoen? Heb je nog deze hele maand om mee te doen? En ik hoop dat jullie er weer een leuke inspiratie vonden. Wil je me voor een andere kaart of ander idee gebruiken? Ben daar helemaal vrij in natuurlijk. Hè? Ik deel dit ook ter inspiratie voor ieder ander. En nou ja, laat me weten in de reacties wat je van deze kaart vond. En of je de video leuk vond. Denk dan aan een duimpje omhoog. En ben je nog geen abonnee? Druk dan op die abonneerknop. Heel erg bedankt en een fijne dag. Doei doei!